time of the year. Gisteren zag je ons praten in een Touareg waarin we rustig werden gewiegd. Ging over occasions en youngtimers. Vandaag gooien we het over een heel andere boeg. Naast mij zit Cornelis Kit, die weet alles van innovaties. En ja, aan jou de taak om eens de innovaties van 2016 samen te vatten. En volgens mij had je er de nodige moeite mee. Nou ja, op een gegeven moment kom je op een punt dat ik denk van de auto in het algemeen is nu toch wel af. Dan meen je dat? Is het zover? Ja, het gaat toch allemaal best aardig, denk je dan. En ja, kijk je naar de auto, dan denk je soms fysiek is dat misschien ook wel zo. We hebben nou dit jaar de nieuwe E-klasse en de nieuwe 5-serie hebben we gezien. En ja, grote mechanische sprongen. Valt best mee. Het zit voornamelijk in de elektronica. Wat heb je verzameld? Ja, er zijn toch genoeg leuke dingen hoor. Ja. Om dan toch nog maar eventjes bij het elektronische te blijven. Dat was dus absoluut Mazda. Die hebben G-factor in control. En daar hebben ze eigenlijk geen schroef van die auto veranderd. Gewoon puur met de software het hele weggedrag veranderd. Nou, dat vind ik leuk. Ja, ja, wat doet het? Die reageert op basis van een aantal sensoren. Dat weet hij van, we gaan de bocht in. En dan neemt hij fractioneel een klein beetje gas terug. Zonder dat je het in de gaten hebt eigenlijk. Je voelt het niet. Ja. Waardoor die auto zich wat anders zet en dan ga je heel mooi neutraal de hoek om. Oké. Okay. Hey, waarom zitten we in een V70 eigenlijk? Heb je daar nog een verhaal bij? Ja, zeker. Dat is dan wel weer een stukje klein fysiek. Volvo die komt met Power Pulse. V90 is het trouwens ook. Ja, oh mensen, geen ingezonde brief hoor. Of mail, of hoe je ons bereiken wil. Niet doen. Nee, Power Pulse, dat is een klein tankje wat voor in de motorruimte zit, een compressor. En daar zit lucht in de tank onder druk. En op het moment dat je gas geeft, en je normaal gesproken bij zo'n D5 gaat het dan in dit geval om, een turbogat hebt, dan voelt hij dat in met lucht. Dus dan blijft die turbo, die krijgt een puls, waardoor bam, toch meteen een reactie is. Het mooie is dus bijvoorbeeld dat je daardoor niet hoeft terug te schakelen, want die motor is er meteen bij. Ja. Dus het is ja, een klein stukje comfort eigenlijk. Het mooie is, je merkt ook bijna niet dat het werkt. Ja, en dat vind ik altijd de systemen die het beste zijn. Dat je niet weet dat het systeem er is, omdat het gewoon ja, lekker natuurlijk werkt. Ja, ja, maar het zijn inderdaad, het zit hem in de details allemaal. Ja. Ja. De laatste fijn slijperij eigenlijk. Ja. Hebben we er nog één? Ja, we hebben nog een heleboel. We kunnen echt een keer vakantie vullen als het moet. Dat doen we niet hoor. Ik bedoel, dan zit je weer met ons. Vast leukere mensen thuis onder de kerstboom. Maar goed, 48 volt. Ja? Ja. We kennen natuurlijk, we zijn 100 jaar geleden van 6 naar 12 volt gegaan. En we gaan nou de volgende stap maken van 12 naar 48. Oké, okay, en why? Nou, we zitten met 12 volt een beetje aan de grenzen van wat er allemaal elektrisch kan in een auto. Ja. Laten we zeggen dat bij 250 ampère houdt het in de auto een beetje op. Dus dat betekent dat je zo'n 103 kilowatt aan verbruikers kan hebben. Ja. En dan ben je wel aan de max. Dus je hebt de grote auto's met allerlei systemen. Ja, die zitten al in je buurt. Dus de auto-industrie die werkt met z'n allen aan meer vermogen. Want ja, als je van 12 naar 48 gaat, dat is 4 keer zoveel. En ja, anders moet je dikkere kabels gaan hebben. En dat hoeft niet, want de stroom die blijft dan gelijk. Alleen de spanning stijgt. Ja, ja. Kort verhaal lang. 20 jaar geleden waren ze er ook al een beetje mee bezig. Het werd toen 42 volt, maar dat is het eigenlijk niet geworden, want ja, het kost natuurlijk geld. En ja, het was eigenlijk niet heel veel noodzaak. Maar die noodzaak is er nu wel, want vanaf 2020 dan mogen het vlootgemiddelde van de uitstoot nog maar 95 gram zijn. Dus ze moeten even een flinke stap maken. En dat kan met 48 volt. Dan kun je ook mild-hybrides mee maken. Wat is mild-hybride? Nou, dat is dus gewoon een elektromotor die de boel kan helpen. Ja, oké. Okay, ja, die altijd op de achtergrond meedraait. Ja, je kan tot zeg maar 30 km per uur kunnen wel elektrisch rijden. Het is niet zoals bij een Prius. Maar goed, dus die spanning is ook lager. Dus het is laagspanning. Dus je hoeft ook niet zoveel veiligheidsvoorziening. Het is een stuk goedkoper. En Renault die is eigenlijk de eerste die met zo'n mild hybrid 48 volt komen. De Scenic. De nieuwe Scenic. Ja. En daar gaat het dus wel op het verbruik en dus de uitstoot. Het levert dusdanig minder uitstoot op dat die auto dus ook minder BPM is. Dus die Mild Hybrid is de goedkoopste semi-diesel die in de prijslijst staat. Ja, met de intelligente technologie. Ja. Ja. En misschien werkt het belastingssysteem dan toch wel goed dat intelligente technologie betaalbaar wordt op deze manier. Toch een beetje wel, ja. Schaatsen al van zolder gehaald? Ik heb geen schaatsen. Je hebt geen schaatsen? Ik heb geen schaatsen, ik kan niet schaatsen. Ik doe alleen de ertessoep. Oké. Okay, En een borreltje achteraf. Een eindje erbij. Gluwijn, dat vind ik ook van viezigheid. Ja, vind ik ook vies. Ik zag witte gluwijn in de winkel staan. Ik ga het niet eens proberen gewoon. Nee, precies. Met een bochtje eromheen. Zal ik er nog eentje doen? Nog eentje, ja, om het af te leren. Af te leren,
Nou, ik vond het hartstikke leuk dat Infiniti met een motor kwam op Parijs. Hij is nog niet in productie, maar dat gaat nog komen. Ja. Met variabele compressie. Ja. Dat is een beetje de heilige graal voor alle autotechneuten. Daar wordt jarenlang aan gewerkt achter de schermen. Ja. En nou, niemand weet het precies, maar Infiniti is toch mooi de eerste. De industrie is met z'n allen een downsize geslagen. Ja. Dat betekent kleine motortjes met een turbootje. Maar dat turbootje, dat werkt natuurlijk alleen maar als je volle bak gaat. En daaronder dan doet hij niks. Dus ja, dan heb je alsnog weer een minder rendement. Nou, als je dan de compressie wat verhoogt, dan kun je toch ook bij delers wat meer rendement, een beter rendement scoren. Dus eigenlijk in de dagelijkse praktijk heb je er nog meer aan dan op het moment dat je gaat pieken. Nou, dat vind ik op zich een leuke ontwikkeling natuurlijk. Ja. Maar goed, het zijn de grote Duitse merken die dan daar bovenop zitten. En dan komt dus een braaf Japans merk. Ja. De zijlijn. Jongens, hallo. Die hebben het ineens. Daar zijn we. Ja, ja. Dat is wel leuk, ja. 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 Nou, ik hoop in ieder geval dat in 2017 Infiniti met zo'n innovatie komt en dat ze ook eens wat auto's gaan verkopen. Ja, dat gun ik ze dan ook. Ja, ik hoop. Ja, ja. Precies. Dat het voor allemaal weer een mooi nieuwjaar wordt.